eigenlijk ook een liedje over ons vader moet zingen. En die was pastoor in Bergen op Zoom. Tenminste, ik weet dat niet heel zeker, maar hij vertelde mij dat op latere leeftijd, ik was 6 jaar, toen heeft hij alles uit de doeken gedaan. En bij ons in Bergen op Zoom, daar stond achter de kerk, of nee, sorry, voor de kerk, achter de kerk was het kerkhof natuurlijk. Voor de kerk, daar stond een grote pot en daar zaten allerlei verhalen in die het daglicht niet konden verdragen. Dat noemden bij ons de doofpot. Ik had daar, als ik daar verhalen uit hoorde, dan had ik voor jarenlang inspiratie. En een paar jaar geleden kwam er weer aan het licht. Zo al die verhalen die het daglicht niet kunnen verdragen in Brabant en omstreken over de kerk. En ik dacht, op jonge leeftijd reeds, ik wil dolgraag pastoor worden. En weet je waarom? Ons vader was een goede uitziende gast. Het enige wat hij deed was een scheve schaats rijden. Onze moeder was een goeie parochia. De pastoor die klopte daar dagelijks aan. Maar op een keer, toen kwam hij niet meer. Ons moeder was zwanger en dat was geen eer. Ik ben de zoon van meneer pastoor. Ik zing altijd mee in de kerkkoor. Maak in kabaal, ga rond met de schaal. Ik ben toch de braafste van allemaal. Het liefste dat ik doe is naar de kerk gaan. Dan zie ik ons pa achter zijn preekstoel staan. Hij houdt elke week een schitterende preek. En alle vrouwen voelen in hun hart. Ik ben de zoon van meneer pastoor. Ik zing altijd mee in de kerkkoor. Ik maak geen kapaal, ga rond met de schaal. Ik ben toch de braafste van allemaal. En toen heb ik het volgende bedacht. Als ik later op mijn eigen benen sta, dan ga ik in de zaak van onze vader staan. Dan draag ik het kruis en de kerk wordt mijn huis. En kom ik bij alle knappe vrouwen thuis. Ik ben de zoon van meneer pastoor. Ik zing altijd mee in het kerkkoor. Ik maak geen kabaal, ga rond met de schaal. Ik ben toch de braafste van allemaal. Ja, Lucas Florent, alsjeblieft. Ongetrouwd. Mag ik?